Van harte welkom op deze webinar van het verplicht conformiteitsattest. Samen met de aangesloten lokale besturen stellen wij de kwaliteit van de huurwoningen voorop en willen we samen met jullie, de eigenaars, streven naar veilige en comfortabele huurwoningen. Tijdens deze webinar willen we jullie in een vogelvlucht laten kennismaken met het conformiteitsattest, de regelgeving er rond, de Vlaamse normen op vlak van veiligheid en gezondheid. En als laatste willen we ook nog een snelle blik werpen op andere verhuurmogelijkheden. Je ziet hier het programma van deze avond. Graag wil ik dan starten met de eerste vraag: wat is een conformiteitsattest? Een conformiteitsattest is eigenlijk een officieel document dat afgeleverd wordt door de burgemeester nadat je huurwoning conform wordt verklaard aan de minimale normen van de Vlaamse Codex Wonen. Het conformiteitsattest dat wordt afgeleverd na een controle van je huurwoning door een van onze woningcontroleurs, door een woningcontroleur van IGIAN, van de gemeente of van Wonen Vlaanderen. De woningcontroleur die je controleert tijdens het huisbezoek of de huurwoning voldoet aan de gewenste veiligheids- en kwaliteitseisen die opgenomen zijn in de Vlaamse Codex Wonen. Voldoet je woning daaraan of voldoet de woning na het herstel van gebreken aan die Vlaamse Codex Wonen, dan zal het conformiteitsattest afgeleverd worden. En dat geeft u als verhuurder de garantie dat je een veilige, comfortabele huurwoning verhuurt. Het gemeentelijk reglement. We zijn samen met de lokale besturen uit de IGIAN-regio hebben er 26 lokale besturen voor gekozen om een gemeentelijk reglement rond de verordening van het conformiteitsattest op te maken. Wat wil dat nu zeggen? Dat die 26 lokale besturen het conformiteitsattest in bepaalde situaties verplicht maken voor huurwoningen. In 2015 zijn we eigenlijk als pionier in Vlaanderen gestart met dat verplicht conformiteitsattest. Later zijn er meer en meer gemeenten, zowel binnen onze IGIAN-regio als buiten de IGIAN-regio, gevolgd met het conformiteitsattest verplicht te maken. Door het conformiteitsattest te verplichten, willen we streven naar comfortabele huurwoningen binnen de ganse regio. En we willen ook ervoor zorgen dat enkel elke huurwoning op termijn een conformiteitsattest ter beschikking heeft. Het is een meerwaarde omdat we dan weten dat het huurpatrimonium op de woningmarkt voldoet aan de minimale eisen op vlak van de woningkwaliteit. Hier ziet u een kaartje met de 26 gemeenten of de 26 lokale besturen uit de IGIAN-regio die het conformiteitsattest verplicht hebben gemaakt. Het zijn alle gemeenten waarin dat wij werken rond woningkwaliteit. Wat houdt dat reglement nu net in? Het verplicht conformiteitsattest, dat stelt eigenlijk dat elke huurwoning die zowel verhuurd als of ter beschikking gesteld wordt, een conformiteitsattest moet hebben. Die verplichting geldt voor nieuwe verhuringen en bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. Het verplicht conformiteitsattest, dat wordt gefaseerd ingevoerd op basis van ouderdom van de woning, dus het kadastraal bouwjaar van de woning. Met die verstande dat de oudste woningen eerst worden gecontroleerd en dat er naar aanleiding de jaren vorderen de jongere huurwoningen het conformiteitsattest verplicht krijgen. Wilt u de juiste fasering weten die geldt in uw gemeente, dan kan je best de gemeentelijke website raadplegen. Want het is zo dat gemeenten die al langer gestart zijn met het verplicht conformiteitsattest al een categorie van leeftijd zijn opgeschoven.
Niet alleen private huurwoningen moeten voldoen aan dat verplicht conformiteitsattest, maar ook sociale huurwoningen. Dus alle huurwoningen die verhuurd worden door een sociaal verhuurkantoor, een sociale huisvestingsmaatschappij en het OCMW, die moeten ook het verplicht conformiteitsattest hebben. Hoe kan je nu als eigenaar je conformiteitsattest aanvragen? De eigenaar vraagt het in eerste instantie altijd aan. De aanvraag gebeurt digitaal, ofwel op onze website www.ign.be ofwel via het gemeentelijk woonloket. Vraag je uw aanvraag digitaal aan, dan krijg je ook steeds een ontvangstbevestiging via mail toegestuurd. Ook de huurder van je huurwoning krijgt een ontvangstbevestiging van die aanvraag, zodat die ineens op de hoogte is dat de eigenaar een aanvraag van het conformiteitsattest heeft gedaan. Graag willen we nog een korte samenvatting laten zien via een filmpje, maar een technisch probleem. Voilà. Dat elke huurwoning in Vlaanderen moet voldoen aan de minimale woningkwaliteitsnormen. De gemeenten wensen in te zetten op veilige, gezonde en kwalitatieve woningen. Wanneer de huurder van uw woning zich inschrijft bij de dienstbevolking, wordt u, de eigenaar, aangeschreven door de gemeente om een conformiteitsattest aan te vragen. U kan dit attest aanvragen online of via het woonloket in de gemeente. Om het attest te kunnen aanvragen, is het belangrijk om de gegevens van de huurder bij u te hebben. De woningcontroleur zal zelf contact opnemen met de huurder voor een onderzoek ter plaatse in te plannen. De woning wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van een checklist. Bijvoorbeeld, zijn er voldoende stopcontacten met aarding aanwezig? Is er genoeg verluchting als je een kachel hebt? Voldoet je woning aan de minimale eisen voor dubbele beglazing en dakisolatie? Is er op elke bouwlaag een rookmelder aanwezig? Ook in de kelder? Dit onderzoek zal ongeveer een half uurtje duren. Indien er gebreken worden vastgesteld, krijgt de eigenaar een redelijke termijn om deze op te lossen. De woningcontroleurs staan paraat voor advies, zodat na de herstellingswerken de woning kan worden gekeurd. Het conformiteitsattest wordt afgeleverd door de gemeente. Afhankelijk van je gemeente is dit gratis tot maximum €90. Conform? Top! Nu kan je met een gerust hart verhuren. Dus dat was in een vogelvlucht de verplichting rond het conformiteitsattest in onze regio. Graag willen we jullie nu door de technische normen leiden. En Geert, mijn collega, zal dat verder met jullie opnemen. Goedenavond. Ik ben Geert de man met de snor uit het filmpje. Mijn snor is er nu wel af. Katrijn, kan dat dat ik... Jawel, ik heb het al wel. Ik had de besturing nog nodig en ik heb ze nu, dat is fijn. Dus, welkom, goedenavond allemaal. Ik heb nog nooit zoveel volk in mijn living gehad. Ik ben dus een van de 7 woningcontroleurs van IGN. Wij doen die controles dus voor de aangesloten gemeentes van IGN. Men vraagt me dikwijls van, Geert, wat doe je eigenlijk van job? Maar wel, dan probeer je altijd uit te leggen met een vergelijking. En die vergelijking gaat meestal heel goed op. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een autocontrole. We vinden het heel normaal dat we elk jaar met onze auto naar de autocontrole gaan. En dan krijgen we een groen formulier en zeggen wij, joepie, we zijn weer in orde. We mogen weer rijden op de baan. Soms krijg je ook een rode kaart. En dan heb je 14 dagen de tijd om je wagen te laten herstellen en opnieuw naar de keuring te gaan en dat groen formulier terug te bemachtigen. Dat groen formulier voor een woning noemt eigenlijk een conformiteitsattest. Dat is eigenlijk het principe en eigenlijk heel eenvoudig. Wat vragen wij voor die normen? We vragen alleen de basisnormen. Dus dat betekent minimale veiligheid en minimale kwaliteitsnormen die er opgesteld zijn door de Vlaamse regering. We vragen dus ook geen gouden kranen of marmeren vloeren. We vragen gewoon de basisveiligheid en basiscomfort. Voilà. Die checklist die er juist al in het filmpje voorkwam, die wordt eigenlijk vertaald door een technisch verslag. Dat is een document dat ook is vastgesteld in de wetgeving.
En daar staan eigenlijk alle zaken op van een woning. Als er dan gebreken zijn, dan zijn er drie soorten gebreken waar dat we dat onder kunnen kwalificeren. Je hebt drie kwalificaties, categorie 1, categorie 2 en categorie 3. Categorie 1 zijn eigenlijk de opmerkingen. Terug naar onze autocontrole. Zolang er een paar opmerkingen op staan op ons groen formulier, is dat niet erg. En dan mogen we nog steeds op de baan op. Pas op, als je te veel opmerkingen hebt, meer dan 7 in dit geval, dan is dat niet meer het geval. Dan mogen we met onze wagen ook niet meer de baan op, is onze woning ook niet meer conform. Categorie 2 zijn iets ernstigere gebreken, waardoor het gevolg kan zijn dat de woning ongeschikt kan verklaard worden. Categorie 3, dat is de zwaarste categorie, daar kan de woning ongeschikt en onbewoonbaar verklaard zelfs worden. Wat is eigenlijk het verschil? Bij een ongeschiktheid mag een huurder nog blijven wonen en onbewoonbaarheid mag er eigenlijk ook niet meer gewoond worden omdat het gewoonweg gevaarlijk is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gasexplosies, mogelijk of CO-vergiftigingen of elektrocutiegevaar, zo van die dingen. Wat hebben we allemaal nodig in een woning? Een woning heeft 3 zaken. Een keuken, een badkamer en een toilet. Dat zijn onze 3 functies die we nodig hebben om van een woning te kunnen spreken. Het sanitair bijvoorbeeld, wat hebben we ook dus nodig? Dat werkende toilet. En die moet afgesloten zijn van een keuken of een woonkamer. Wat betekent dat afgesloten in een aparte ruimte. En de deur die moet ook degelijk sluiten. Elke woning moet ook een lavabo, een bad of een bad en een douche hebben. Of een douche. Lavabo dus. Of een bad of een douche. Hè. Voorzien van warm en koud water. De badkamer en toilet moeten uiteraard warm genoeg zijn dat je daar aangenaam kunt je ding doen. Dus vorstvrij zijn. In een keuken moet er plaats zijn om te kunnen koken. En er moet een energievoorziening zijn. Dus het hoeft niet dat u een woning verhuurt met een gasvuur, bijvoorbeeld, mag ik maar zeggen. Of met een kookvuur. Dat mag ook geplaatst worden door de huurder. Ook uiteraard zou de gootsteen warm water moeten hebben en koud water. En uiteraard moet dat water drinkbaar zijn. Dat zijn heel essentiële zaken die we allemaal heel normaal vinden, denk ik. Wat wel belangrijk is, de hoofdkraan moet door de huurder altijd bereikbaar zijn. Niet alleen voor het water, maar eigenlijk ook voor gas en elektriciteit. In geval van calamiteiten moet hij kunnen zeggen, even dus afzetten, want hier is een waterlek, een gaslek, of er is iets mis met elektriciteit. Een voorbeeldje, de toegang tot de watermeter, die vinden we wel eens in zo'n putje onder een deksel. Maar hij is bereikbaar, dat is geen probleem. Wat we hier wel kunnen vaststellen, als ik dan toch mijn controles aan het doen ben, is dat er voorbij de watermeter, daar begint dus de waterleiding voor de rest van de woning, maar daar zien we het eerste stukje dat in lood is. Lode leidingen zijn niet toegestaan op waterleidingen. Vroeger wel, hè, maar dat is al vele jaren geleden aangepast en zou ondertussen ook in alle woningen moeten zijn aangepast. We hebben verwarming nodig in een woning. Dat kan centraal verwarming zijn, dat kunnen individuele verwarmingstoestellen zijn. Dat mag vandaag de dag nog allemaal. De bewoner moet die wel zelf kunnen regelen. Centraal verwarming is natuurlijk ideaal. We hebben ook 2 soorten verwarming in. Een centraal verwarming met een open verbranding of een gesloten verbranding. Een gesloten verbranding neemt zijn zuurstof van buiten de woning en stuurt ook de verbrandingsgassen af naar buiten toe. Dat is de meest veilige, dus een type C-level, zoals dat we zeggen. De type B, dat is degene die ook de zuurstof niet van buiten neemt, maar uit de ruimte waar hij opgesteld is. En daar gaan wij bijvoorbeeld eens goed nakijken of dat er voldoende luchttoevoer is. Je kunt allemaal een kaarsje dat je onder een kraantje zet, onder een glas zet, dan gaat dat kaarsje uit. Wel, dat willen we natuurlijk vermijden, want dat kaarsje is geen kaarsje niet meer in een woning, maar dat is uw bewoner. Het is belangrijk dat uw bewoner niet zijn kaars niet uitgaat. Hè? Dat is veiligheid. Dus wij kijken dan dat er voldoende zuurstoftoevoer is, zodat uw verwarmingsketel op een deftige manier kan branden, op een veilige manier kan branden. Hetzelfde verhaal is er ook voor kachels. Individuele kachels, dat mag vandaag de dag nog. Maar ook die hebben die verbranding, die zuurstof die ze wegnemen uit de ruimte waar ze opgesteld staan. Dus dat zijn eigenlijk gevaarlijke zaken. Kan u zich zeker voorstellen in nieuws of op de gazet, in de krant op maandagmorgen,
CO-doden die gevallen zijn, wel, dat is vaak door zo'n ketels of zo'n individuele kachels die ja, niet goed geïnstalleerd zijn. Hè. Dat er bijvoorbeeld geen zuurstoftoevoer is geweest. Of iets met een afvoer, dat kan natuurlijk ook. Elke woning moet, alle woonlokalen in een woning moeten voldoende verluchtingsmogelijkheden hebben en verlichtingsmogelijkheden. We gaan beginnen met verluchting even zo te overlopen. Dus elke leefruimte moet kunnen verlucht worden. Dat kan door opengaande ramen kunnen hebben, dat je kunt openzetten, dat je kunt verluchten. En dat kan ook via verluchtingsroosters of dat kan via nieuwere systemen, ventilatiesystemen. Een buitendeur of een dampkap noemen wij geen verluchting. En dan de buitendeur moet ik wel even specificeren. Voor een gelijkvloers is dat geen mogelijkheid, omdat die deur niet mag openstaan. Je moet die veilig kunnen achterlaten, dus de deur mag niet blijven openstaan. Vandaar dat het niet aanvaard wordt als verluchting. Natuurlijk, licht en daglicht is ook noodzakelijk in alle woonlokalen. Dus een slaapkamer die geen raam heeft naar buiten toe, is geen slaapkamer, dat is een berging. Die heeft geen licht en geen lucht. Dat is vervelend. Dat kan niet gebruikt worden als leefruimte. Dat telt dus ook niet mee in onze beoordelingen. Dan een belangrijke ook, elektriciteit. In elke woonruimte moet er één stopcontact zijn. In een leven of een slaapkamer moet altijd minstens één stopcontact zijn. Kom er vandaag de dag niet veel meer tegen dat dat niet gebeurt. Heel, heel oude woningen, die hebben dat nog. Maar de meeste woningen vandaag de dag is geen probleem. Wat wel eens nog eens vaker voorkomt, dat is in de keuken. In een keuken dienen twee vrije ingeaarde stopcontacten zijn. Ik zeg wel degelijk geaarde. Dus dat is het derde pinnetje dat er zo uitsteekt. Dat is uw aarding. En die moet natuurlijk ook aangesloten zijn op de aarding. Daar komen wij voorlangs om dat uit te meten. We hebben er een toestelletje voor. Dan is er ook nog belangrijk dat de huurder altijd aan de zekeringkast aan kan. Dus als er een zekering springt, moet hij die kunnen opzetten op een veilige manier. En dus hij moet er aangeraken. Dus als dat in een afgesloten kelder staat, is dat geen goed plan. Die kan ook niet ingrijpen als er een probleem is, of terug ingrijpen als het probleem geweest is en het is opgelost om de spanning terug op te zetten. Dus het moet toegankelijk zijn voor de bewoners. En in die zekeringkast zien we ook graag minstens één verliesstroomschakelaar. Verliesstroomschakelaar ziet er een beetje anders uit als een zekering, maar daar kom ik straks nog op terug. Dat is eigenlijk een extra veiligheid. We gaan eens een voorbeeld laten zien van een elektriciteitsprobleem. We zien hier een elektrisch fornuis. De elektrische kabel komt daarboven en die is, het is een overdreven voorbeeld uiteraard, maar het is voor de duidelijkheid gewoon. Die kabel is gewoon aangesloten door de draadjes aan elkaar te zetten. En ze hangen daar ook maar te bengelen, dus dat is niet oké. Okay, dat moet via een stekker zijn natuurlijk, hè, op een veilige manier. In dit geval is er elektrocutiegevaar en brandgevaar mogelijk en dat willen we uiteraard vermijden. Hier komen we terug aan de keuken. Ik zei het al, we hebben twee geaarde stopcontacten nodig, twee vrije geaarde stopcontacten. En die vrije geaarde stopcontacten zijn er eigenlijk vooral om op een aangename en veilige manier te kunnen koken. Dus als je bijvoorbeeld vlees wilt snijden met een snijmachine of een mixer kunt gebruiken, dat je daar stopcontacten voor kunt gebruiken. De koffiezet mag daar ook in steken, dat is geen vast toestel. Maar andere vaste toestellen, zoals de waterkoker, een oven, een microoven, de dampkap, een boiler, dat zijn extra stopcontacten. Daarvoor zijn extra stopcontacten nodig en die dienen ook geaard te zijn. Dus dat is belangrijk, daar kijken we dus ook naar. Rechts hier ziet u ons meettoestel. Wij steken daarin een stopcontact en als het groen lichtje brandt, is het fijn. Ik zie dat in het voorbeeldje hier het groen lichtje niet brandt. Dus de eigenaar van deze woning die gaat een briefje krijgen of een mail krijgen van ons met de melding dat dit stopcontact niet geaard is. Nog elektriciteitsproblemen en voorbeelden. Een loshangend stopcontact. Dat is niet veilig, hè? Dat moet ik u niet uitleggen. Dat zien we links. Rechts zien we een stopcontact waar al eens wat problemen zijn geweest. Er zijn brandsporen aan. Overheating is daar geweest. Dat moet nagekeken worden. Dat is niet meer oké. Okay, dus ook daar quoteren wij dat categorie 3. Onze zekeringkast, waar ik het straks al over had. Een zekeringkast moet altijd afgesloten zijn. Dus rond de zekeringen mag je niet met je vingers tussen kunnen.
van de kabels, dat is niet gezond. En die heeft ook altijd een deurtje nodig. In die zekeringkast zien wij graag minstens één verliesstroomschakelaar. Die verliesstroomschakelaar die zie je daar in het rondje. Die kan je ook altijd herkennen, dat is zo een met een extra toetsknop, met een testknop. Wat doet zo'n verliesstroomschakelaar? Ik kan dat heel kort uitleggen. Die meet eigenlijk constant de stroom die binnengaat en uitgaat via de twee leidingen. Die meet het verschil, hè, het verlies. Op het moment dat dat verlies er is, het is groter dan 300 mA of 30 mA, hangt van de verliesstroomschakelaar af, dan springt die af. Dat is een extra veiligheid. Dus stel dat er ergens verliesstroom gaat en die gaat bijvoorbeeld via het afwasmachine of het wasmachine en iemand raakt dat aan en dat gaat door die mensen in lichaam, dan springt het onmiddellijk af, zodat er geen stroom meer stroomt door de mensen. En dus is dat een extra beveiliging. Die beveiliging is een minimum die er moet zijn. Dan de plaatsing van stopcontacten in bijvoorbeeld in een badkamer, dat is ook belangrijk. In een badkamer, ik kan eerst naar het volgende scherm gaan, daar zien we een tekeningetje. Je ziet daar een bad of een douche staan. In de zone rond een douche of een bad van 60 centimeter mag geen elektrische installatie staan. Geen stopcontacten, maar ook geen elektrische toestellen. We komen daar heel veel tegen dat bijvoorbeeld een wasmachine en een droogkast vlak ernaast zijn aangesloten, opgesteld. Ik moet u niet vertellen, als je in bad zit met je voetjes in het nat, of in een douche staan met je voetjes in het nat, en je kan met je arm zo'n toestel aanraken, en daar zit een verliesstroom op dat toestel, ja, die stroom gaat zijn weg zoeken en die gaat via je voeten. Dat is niet gezond. En dat gaan we vermijden. Hier dus een voorbeeld dat een probleem is. Vlak naast het bad, dat staat te dicht. 60 centimeter rond een bad mag dat niet staan. Er zijn verschillende manieren om dat op te lossen. Je kan een vaste wand zetten bijvoorbeeld, en om ervoor te zorgen dat die 60 centimeter wordt gecreëerd. Als je daar dan rond moet, dan heb je wel je 60 centimeter. Daar zijn dus veel oplossingen voor. Of wat ook vaak wordt gedaan, is de toestellen in een kast plaatsen. Met een deurtje dat opent richting bad. Dus als dat dan open staat, dan kan je het wel gebruiken. Maar als je in bad zit, dan kan je dat toestel niet aanraken. Het zijn eenvoudige trucjes om zulke zaken op te lossen. Dan komen we een ander belangrijk onderdeel, is gas. Gas moet uiteraard op een goede manier aangesloten zijn. Op gasleidingen mogen geen waterkoppelingen gebruikt worden, maar gaskoppelingen. Een gaskoppeling heeft een langere flens, die zijn veel sterker, om fitten en lekken te vermijden. Een waterkoppeling, als daar wat water uitspuit, dat is vervelend even, maar dat is geen levensbedreigend ding. Een gaslek is wel gevaarlijk. Ik denk dat u bijvoorbeeld wel herinnert wat er op de paardenmarkt gebeurd is een paar jaar geleden. Wat zien we nog vaak? Een verkeerde aansluiting van het gasvuur. Dus het vierkantige kadertje, dus een kookvuur op gas bijvoorbeeld, moet aangesloten zijn met een juiste gasdarm. Als je goed kijkt, het is klein, ik weet het, er staat een zwarte gasdarm die in gebruik is. Dat is niet toegestaan. Dat is ook een van de meest voorkomende mankementen dat wij vaststellen als wij op huisbezoek gaan. En dan vragen we dus dat om een gele te plaatsen. Die gele is versterkt, dat is een metalen. Die zwarte is eigenlijk een gewone rubberen die kan verduren en heeft ook een vervaldatum. Vandaar dat die niet is toegestaan voor zulke toepassingen. Stel nu dat er op het moment van de controle geen huurder is en die heeft geen gasvuur staan, het is zijn eigen gasvuur, dan staat daar vaak ook een gaskraan. En dat moet een conforme gaskraan zijn. Maar dan heeft die vorige huurder zijn gasvuur meegenomen. Dan is het wel belangrijk dat daar een stop wordt ingedraaid. Dat ook, komt heel veel voor. Dat is levensgevaarlijk, want het wordt maar afgesloten met dat kraantje. Het moet maar iemand zijn of een kind aan het spelen is op die moment. En die draait dan dat kraantje, dan spuit de gas eruit. Dat is levensgevaarlijk. Dus er moet een gasstop geplaatst worden op een gaskraan. Als die niet is aangesloten, als er geen toestel op is aangesloten. Dan hebben we ongeveer alles gehad hier, denk ik. Ja. Dan komen we nog een paar
voorbeelden, dat die, daar heb ik het straks al over gehad, de verschillende soorten toestellen, gastoestellen. Helemaal rechts zien we het type A. Het type A, dat komen gelukkig niet veel meer tegen, maar iedereen herinnert zich nog wel bij de bomma vroeger. Dat is zo'n klein doorstromertje op gas. Er komen dikwijls vlammen uit. En de verdampingsgassen die gaan daar, vliegen daar gewoon van bovenuit. Die heeft geen afvoer. Eigenlijk is dat een heel levensgevaarlijk ding. Heel soms komen we dat nog tegen. En heel soms zien we zelfs dat dat ook de watertoevoer is, waar een watertoevoer is, voor een bad of een douche. Die is absoluut verboden. Deze toestelletjes mogen nog gebruikt worden, want dat duurt enkel voor je handjes te wassen of zo, of voor waar een wasdeen als van koken zijn, heel kortstondig, zodat het CO-gevaar vermeden kan worden. We moeten dat toestel ook wel hebben. Niet alleen het toestel moet er zijn, maar je ziet het roostertje daarboven, dat is de rookafvoer, die gaat via dat roostertje, en dat moet langs onder de waakvlam, onder het toestel, moet ook altijd een luchttoevoer zijn. Gelukkig komen die niet veel meer tegen. Het middelste toestel, dat is een type B waar ik straks over sprak, neemt dus ook de zuurstof, zijn verbrandingszuurstof in de ruimte waar hij is opgesteld. Die heeft gewoon een afvoer. Een gewone klassieke afvoer, een kachelbuis naar buiten. Langs daar gaan verbrandingsgassen buiten. Ook daar kijken we dus naar de luchttoevoer om CO-gevaren te vermijden. En dan type rechts, dit toestel type C, helemaal rechts, dat is de ideale, hè? Toestel type C. Die heeft een dubbelwendige buis, die gaat tot buiten toe en die heeft een aanvoer en een afvoer. En een aanvoer van lucht en een afvoer van de verbrandingsgassen. Dat is het meest veiligste toestel, want die gaan niet lopen met de zuurstof van de bewoners. Dat zien we het liefst. Dan, wat is er nog belangrijk? Stabiliteit van uw woning is ook natuurlijk belangrijk. Vochtschade is ook een vaak voorkomend probleem. Dat quoteren we ook. Schimmelvorming, vochtplekken en dergelijke, dat is geen goed plan. Dat willen we niet. De woning moet ook vrij zijn van zwammen, zeker in houten woningen, houten constructies. Als daar kelderzwam zit, dan is die uw constructie gewoon aan het opvreten en dan gaat op den duur uw woning gewoon inzakken. Ook de muren moeten vrij zijn van beschadigingen, zowel de muren, de vloer als de plafonds. En afgewerkt zijn. Afgewerkt zijn, dat zijn de kleine opmerkingen, categorie 1 als u nog herinnert van daar straks. Bijvoorbeeld het ontbreken van plinten, de aflijsting van een deuromkasting, dat die ontbreekt bijvoorbeeld, dat zijn kleine opmerkingen. Ook een belangrijke, dat is de trap. Een trap moet veilig en stabiel zijn. Klinkt allemaal heel logisch, maar we komen wel wat tegen. Het mag ook niet te steil zijn. En elke trap moet voorzien zijn van een leuning. Met voldoende vrije hoogte. Dat is 1,80 meter normaal gezien. Anders gaan we onze kop er tegen stoten. En dat is pijnlijk. Een voorbeeldje van opstijgend vocht. Je ziet daar naast die bakjes juppelen die daar staan. Daarnaast sporen van vocht. Dat is beschadigd geraakt door opstijgend vocht. Hè. Dat is niet goed gezien. De kristalvorming ook verder door op de muur. In de kast zelf is ook een lek geweest. Daar is het hout helemaal beschadigd door vocht. Dat wordt gequoteerd. Dat is niet goed. Een voorbeeldje. Ook aan een plafond kan dat incijpelend vocht. Een lek in het dak. Ze hebben daar wel een emmerken onder gezet, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Hè. De gyproc-plaat is al naar beneden gekomen. Ik moet eigenlijk gipskarton zeggen, want ik mag geen merken vernoemen. dat wordt gequoteerd, dat is niet de bedoeling. Hè. Hier zien we een voorbeeld van een trap. Deze trap is nogal steil. Er is vaak soms niks aan te doen. Dat gaat punten scoren. Allee, punten niet meer, categorieën scoren. Zolang dat de opmerkingen 1 blijft, is dat geen probleem. Let op, hier is ook een trapleuning voorzien, zoals elke trap. Ook de keldertrap dient een trapleuning te hebben. Dan iets dat recenter is toegevoegd, maar dat u al heel lang, van in 2000 al is aangekondigd, dat alle woningen minimale dakisolatienormen moeten hebben. Er moet dus dakisolatie aanwezig zijn. Dakisolatie, dat kunnen we het makkelijkste vaststellen in het EPC, het energieprestatiecertificaat, een hele boterham. En daar staat een score op.
Naar gelang het type woning is er een maximale score. Als je daarboven zit, is de woning in principe niet in orde. Voor een appartement, meest voorkomende, is dat de grens van 400 gelegd. Dus als je beneden de 400 zit met je EPC, dat je toch moet hebben als je gaat verhuren, hè, dan is de woning in orde. Zit je daarboven, dan is dat voor een appartement niet in orde. Voor een gesloten bebouwing ligt er op 450, voor een half open bebouwing is dat 550 en voor een volledig open bebouwing is dat 600. Die normen zijn belangrijk. Kunnen wij nu ook zelf vaststellen dat er dakisolatie aanwezig is? Zonder dat we het EPC zien, is dat uiteraard wel goed. Kunnen we ook vaststellen dat er geen dakisolatie aanwezig is? Is dat dan in principe ook een probleem? Vandaag de dag hebben we dakisolatie nodig. 10 jaar geleden is dat al gepromoot en aangekondigd en er zijn premies voor geweest. Vandaag de dag moest dat in orde zijn, is dat niet het geval. Nou, dan zitten we met een probleem. Dat moet dan nog opgelost worden. Die waarden hebben we ook al in de wandelgangen opgevangen dat die in de toekomst wel wat gaan verstrengen. Die waarden, nieuwe waarden, weten we nog niet. We weten nog niet wanneer dat gaat inkomen, maar dat zal op termijn verstrengd worden. Hetzelfde verhaal. Ik kan even niet meer. Voilà. Hetzelfde verhaal hebben we ook voor de dubbelglasnorm. De dubbelglas is vandaag de dag de minimale norm. Dubbelglas, wat is dat? Zijn twee glasplaten luchtdicht tegen elkaar verbonden. Dus een voorzetraam, als je zelf er glas tegen zet, tweede raam, dat telt niet als dubbelglas. Dubbelglas moet effectief ook wel dubbelglas zijn. En ook hier kan je met het EPC voldoende lage scoren voldoen aan die norm. Dus het zou kunnen dat je woning nog enkel glas heeft en dat EPC-score laag genoeg is. We zien dat niet graag, maar dat is de wetgeving. Dus dat mag wel. Maar vandaag de dag wordt dubbelglas eigenlijk verwacht. Ook daar zal in de toekomst ook strenger nog toegepast worden door het verlagen van die normen van het EPC-attest. Dan nog een belangrijke. Er gebeurt ook heel veel dat we daar speciaal voor moeten terugkomen. Dat is een beetje zonde. Elke woning moet op elke bouwlaag een rookmelder hebben. We hebben dat in het filmpje ook heel duidelijk nog gesteld. Elke bouwlaag in elke woning. Is dat een appartement, een duplex appartement, dan hebben we minstens 2 rookmelders nodig. Is er een kelder, dan moet er ook in de kelder een rookmelder staan. In die kelder staan meestal de kelderkasten van gasrichtheid en water is niet zo belangrijk in dit geval, maar dat zijn risicozaken. Een rookmelder redt levens, dat moet ik ook niet vertellen. Waar dat je die plaatst, maakt eigenlijk niet uit, op elke verdieping 1. Ik raad altijd aan om die in de gang te plaatsen waar de slaapkamers zijn, omdat we een rookmelder vooral dienst doet 's nachts. 'S nachts als je slaapt, dan gaat je neus ook slapen. En die ruikt niet meer en je gaat niet ruiken dat er brand is. Wat doet die rookmelder? Die gaat voor jou ruiken. Die gaat afgaan als er rookmelding is. En die gaat u wakker maken, zodat je op tijd de woning uit bent. Allee, uw huurder, hè, is belangrijk. Voor u thuis is dat natuurlijk ook belangrijk, maar voor een huurwoning is dat minimaal verplicht. Dan komen we op het allerlaatste puntje. Als ik naar de volgende pagina geraak, voilà. Ja. Wij berekenen ook de bezettingsnorm. Wat is de bezettingsnorm? Dat is het aantal, maximaal aantal toegestane inwoners, bewoners, dat er in uw woning mag wonen. Dus als we langskomen, hebben wij een afstandsmetertje bij en wij meten alle woonlokalen op. Dus dat betekent slaapkamer, keuken, living, die dingen. De gang, de badkamer meten wij niet. Die oppervlaktes worden opgeteld en die duwen wij in zo'n tabelletje. En we gaan ook tellen hoeveel woonlokalen er zijn. Door dat tabelletje dan samen te voegen, wordt er bepaald hoeveel woningen er hoeveel mensen er in uw woning mogen wonen. Ik geef ook altijd de goede raad aan eigenaars, verhuurders, om dit getal, het maximum aantal bewoners, op te nemen in uw huurcontract. Omdat je op die manier duidelijk maakt aan uw huurder dat je met maximum bijvoorbeeld 3 personen in de woning mag wonen. Woont u daar met 4, dan, ik ben geen juridische expert, want dan is dat
niet goed voor uw woning, met 4, met 5, met 6, met 7, is dat niet goed voor uw woning, vochtproblemen gaat er dan krijgen, overbewoning gaat er krijgen, dat is niet gezond. Maar dan, als dat in uw huurcontract staat, dan kan je afdwingen, of zelfs daar, op basis daarvan, uw huurcontract beëindigen. Want de huurder houdt zich niet aan het huurcontract. Belangrijke zaken. Voilà. Ik denk dat ik de meeste info die ik moest vertellen, heb verteld. En Katrijn vraagt om over te nemen. Ik ga u dat graag toestaan. Alsjeblieft. Dankjewel, Geert. Ondertussen zijn er heel veel vragen al in de chat binnengekomen, maar ik stel voor dat we onze collega's verzamelen. Nu rusten je de vragen en wij gaan nog even verder in onze presentatie. Om jullie eigenlijk een beeld te geven van de gebreken, of de gebreken, de normen die moeten voldoen van uw huurwoning, hebben wij een soort woningscan, een checklist gemaakt. Mijn presentatie gaat niet verder. Geert, wil je even verder? Ja. Ja, voilà. Dank u wel. In je checklist, dat is eigenlijk een overzicht van de meest voorkomende gebreken. Dan kan u eigenlijk voordat u een woningcontrole of een conformiteitsattest aanvraagt, al even checken of uw huurwoning voldoet aan die checklist. Voldoet die, is dat nog geen 100% garantie dat conformiteitsattest kan afgeleverd worden, maar zijn toch wel de meest voorkomende gebreken afgevinkt en kan u het conformiteitsattest aanvragen. U kan die checklist terugvinden op onze website van IGEAN. Straks aan het einde van de presentatie geven jullie nog een overzicht van de link weer waar je dat net kan terugvinden. Ja, Geert, wil jij nog even verder? Ja? Ah ja, sorry. Ja, het lukt niet. Mocht nog één verder. Duren. Ja, dank u. Naast het conformiteitsattest heeft u als verhuurder nog een aantal andere zaken waar u verplicht toe bent. Het ene daarvan is de registratie van het huurcontract. De verhuurder is verplicht om het huurcontract te registreren bij het registratiekantoor. Of tegenwoordig kan u dat ook digitaal doen. Dat is gratis als u dat binnen de 2 maanden na het ondertekenen van het huurcontract doet. U hoeft daarbij een gedetailleerde plaatsbeschrijving toe te voegen. Als u dat niet doet, is er volgens de nieuwe huurwetgeving, het woninghuurdecreet van 2019, zijn daar juridische gevolgen aan gekoppeld. Daarnaast heeft datzelfde woninghuurdecreet nog een nieuwe verplichting opgelegd voor verhuurders. U moet als verhuurder de huurprijs afficheren, net als de gemeenschappelijke lasten en de EPC-waarde. U afficheert dat aan de woning ofwel digitaal via een zoekertje. Maar de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten moeten terug te vinden zijn voor iedere geïnteresseerde huurder. Ja. Naast het private verhuur willen we jullie nog laten kennismaken met 2 andere mogelijkheden om te verhuren. Eén daarvan is het pandschap. Vindt u het als eigenaar eigenlijk te veel werk om een woning te renoveren of heeft u er geen kennis van zaken om een oudere woning te renoveren en wilt u daar graag bij ontzorgd worden, dan is het pandschap een mogelijkheid. Zij bieden eigenlijk een unieke formule aan van renoveren en sociaal verhuren. Sociaal verhuren in de zin dat de verhuring moet gebeuren aan een doelgroep met een sociaal doeleinde. Het pandschap neemt alles op zich. Zij staan in voor de renovatie, de financiering ervan, ook het beheer van de woning later, het onderhoud en de verhuur, totdat eigenlijk de kosten van een renovatie zijn terugverdiend met de verhuur van de woning. In praktijk wordt dat met u als verhuurder afgesproken over welke periode dat gaat en of u eventueel nog zelf kosten op zich neemt.
Als u daarin geïnteresseerd bent, kan u via die contactgegevens contact met hen opnemen. Naast het panschap is er ook nog het sociaal verhuurkantoor. Zij ontzorgen ook eigenlijk eigenaars, verhuurders en zij verhuren woningen voor 9 jaar op de private huurmarkt en verhuren die dan aan mensen die het maatschappelijk minder goed hebben. Dus ook een sociaal gerichte doelgroep. U bent zeker, als u verhuurt aan het sociaal verhuurkantoor, dat u maandelijks uw inkomsten zal krijgen, dus uw huurgelden. En u heeft ook geen administratieve taken of dergelijke niet meer dat u op zich moet nemen. Wilt u daar meer informatie over, dan kan u met het sociaal verhuurkantoor het regio contact opnemen. Via onderstaande link kan u wat meer informatie nog terugvinden. En we zullen de sociale verhuurkantoren uit onze regio eventueel nog toevoegen als we de presentatie versturen. Dan zijn we aan het vragenrondje gekomen. In de chat zijn heel veel vragen. Mijn collega's Kim en Evelien hebben zich vanavond ontfermd om alle vragen te noteren en te bundelen. En ik stel voor dat we die vraag per vraag en de belangrijkste vragen even eruit halen en overlopen en jullie een antwoord trachten te geven. Ja, goedenavond. Ik ben eens even gaan kijken bij het eerste gedeelte dat Katrijn had toegelicht. Een overzichtje van een aantal algemene vragen die gesteld werden. Er werd bijvoorbeeld gevraagd van, kan de aanvraag alleen door de eigenaar gedaan worden? In het kader van het conformiteitsattest is dat de bedoeling wel dat de eigenaar een conformiteitsattest aanvraagt. In verband met de nieuwe inhuringen, als er een CA aanwezig is, dat heeft wel een geldigheidsduur. Dus naar gelang het aantal gebreken van het technisch verslag, is een conformiteitsattest ofwel 10 jaar geldig ofwel 5 jaar geldig. En dan heb ik ook nog gezien voor de controles, werd ook de vraag gesteld van of dat controles standaard uitgevoerd worden zonder de aanwezigheid van de eigenaar. Er wordt effectief met de huurder een afspraak gemaakt ter plaatse. Er wordt ook getracht om allee, dat is een objectieve vaststelling wat onze woningcontroleurs komen doen in de woning. Het is de bedoeling dat daar een technisch verslag en een fotoverslag wordt opgemaakt, zodanig dat eigenaars daar nadien mee aan de slag kunnen gaan. Maar dus standaard vragen zij wel, allee, hoeft de eigenaar niet mee aanwezig te zijn. In bepaalde situaties wordt dat wel uiteraard toegestaan als je dat als eigenaar graag wil. Maar in de meeste situaties wordt dat niet gedaan. Doet de woningcontroleur de rondgang en verleent eigenlijk de huurder enkel toegang tot de woning. En kan die dan verder aan de slag? Collega's, vroeg mij gerust aan als ik nog iets te zeggen. Misschien nog even aanvullen, Kim. Dat na elk conformiteitsonderzoek, als de woning niet in orde is, de woningcontroleur ook persoonlijk met de verhuurder contact opneemt om het fotoverslag te overlopen. Ook een mail stuurt met adviezen hoe dat de gebreken het best kunnen opgelost worden. Dus er is wel een service naar de verhuurders toe als onze woningcontroleurs het woningonderzoek uitvoeren. Klopt. En ik ben daar nog eens even gaan kijken. Kan het conformiteitsattest ook aangevraagd worden als de woning nog niet verhuurd is? Bijvoorbeeld vlak na verbouwingen, uiteraard. Dat kan zeker. De woning is dan ook nog niet verhuurd, dus die staat leeg. Dan is het ook altijd makkelijk om ter plaatse te komen. Moet er geen afspraak nog eens met een huurder gemaakt worden? Dus dat is zeker en vast mogelijk. Het is ook niet zo dat
andersom. Dus stel dat je bepaalde werken al hebt uitgevoerd en je wilt al beginnen verhuren. Het is ook niet dat dat een huurcontract moet tegenhouden. Dus je mocht al ook al beginnen verhuren. Maar sowieso praktisch gezien is het wel makkelijk dat onze woningcontroleurs snel ter plaatse kunnen als het leeg staat. Ik heb gezien, dat was over het algemene eerste deel, vooral de vragen die waren toegekomen. En dan daarna waren er een aantal vragen, heel technisch gezien, tijdens de presentatie van Geert. Dus dat zijn echt heel specifieke vragen op maat van welk thema dat hij toen aan het toelichten was. Wat we al wel kunnen meegeven, is dat niet alle technische aspecten overeenkomen met het ARAI bijvoorbeeld. Dus er is echt nog wel een verschil tussen de keuringsinstanties, wat dat zij doen en wat dat onze woningcontroleurs komen vaststellen. In de grote lijn, dat gaat zo over alle technische gedeelten, dat ik dat graag wil meegeven. Maar ik weet niet, Katrijn, gaan we al de technische vragen ook nog nu overlopen? Of hoe pakken we het liefst aan? Of Geert, doe die... Noem maar, ja. Ja, zal ik de vraag voorlezen en geef jij een antwoord? Ik zal mijn best doen, ja. Ik heb er al een heel aantal verzameld hier. Ja. Ik ga gewoon beginnen, hè. Er werd gevraagd van wat met de borstweringen, maar dat denk ik dat in de toelichting nadien wel verder door Geert is verduidelijkt. Of? Nee, over borstweringen hebben we het eigenlijk niet opgenomen in deze presentatie. Het is ook vrij complex om even op 1, 2, 3 uit te leggen. Lage ramen bijvoorbeeld, daar moet een borstwering voorzien zijn tot op een hoogte van 75 centimeter. Maar in bepaalde gevallen kan dat nog hoger zijn als uw raamtablet voor uw raam bijvoorbeeld makkelijk zichtbaar is of je kan er zelfs makkelijk op staan, dan moeten we vanaf daar 75 centimeter meten. We hebben getracht in de presentatie het beknopt en beperkt te houden. Vandaar dat dat niet is opgenomen. Het is wel een belangrijke, want er is inderdaad de laatste jaren ook een verstrenging gekomen op dat gebied. Er kwam ook een reactie van, is de huurder bevoegd om een gasvuur aan te sluiten? Ja en nee, denk ik. Is niet echt een vraag die hier ten degen doet. Ik heb een voorbeeld gegeven. Als een woning wordt verlaten door een vorige huurder, dan zou het kunnen dat hij zijn eigen gasvuur heeft en dan is dat weggenomen. Wie dat heeft afgesloten of wie heeft dit aangesloten, daar spreek ik me niet over uit. Wij gaan op die moment ter plaatse en we doen een vaststelling van wat er is. En daar heb ik gezegd, als er geen gasvuur zou staan op het moment en er is een gaskraan die open staat zonder een toestel dat aangesloten is, is het belangrijk dat er een gastop op staat. Wie of wat? Daar spreek ik me niet over uit. Oké. Bij de kachels, convectoren, dat mag inderdaad allemaal wel, maar die verhogen het EPC. En daar kan men soms ook moeilijk over gaan. Allee, ja, dat is wel een feit, denk ik. Hè? Ja. Ja, oké. Okay. Hoe wordt er gemeten dat er voldoende zuurstof naar de verwarmingsketel gaat? Welke methode wordt er gebruikt? En er wordt aangenomen dat onze toestellen dan wel geëikt zijn en gecontroleerd door een erkend organisme? Ik ben zelf niet geëikt. Wij gebruiken geen toestel daarvoor. Wij kijken gewoon of er voldoende zuurstof komt. En hoe doen we dat? De minimale norm is 150 vierkante centimeter luchtdoorvoer moet er zijn voor een toestel. Dat is de minimale norm in de Vlaamse Wooncode. Het zou kunnen dat op loodgietersniveau daar andere normen voor staan. Maar wij spreken hier altijd over de Vlaamse Wooncode. Wij spreken ook niet over het ARAI. Het ARAI is nog veel strenger op bepaalde zaken. Dat kijken we in principe niet na, tenzij dat heel duidelijk is dat er een probleem mee is. Dus wij gebruiken geen toestel om die luchttoevoer te meten. Wij gaan gewoon visueel kijken of er een luchttoevoer is, of er een opening is. Het toestel dat in de presentatie werd gebruikt voor de elektriciteit, te meten, dat is eigenlijk het enige toestel dat wij gebruiken. Dus om de aarding uit te meten. Voor de rest ben ik zelf het toestel. Ja, ik zie dat er ondertussen, zelfs op wat Geert nu aan het zeggen is, ook wel reacties komen. Ja, dat kan zijn. Heel technische vragen. Ik heb er juist al even gekeken en die komen van dezelfde man. Ik wil er straks nog even een boomknop op zetten. Want ik denk niet dat de rest van de groep daar iets gaan hebben om in discussie te gaan over technische details en wettelijkheden. De Vlaamse Wooncode zit, de Vlaamse Codex Wonen, moet ik tegenwoordig zeggen,
Die steekt zo in elkaar en zo moeten we dat controleren. Dat is ook bepaald hoe wij ons werk moeten doen. Ja. Wat als de huurder de zekeringskast ten onrechte manipuleert als hij op de hoogte is van de controle om een niet-goedkeuring uit te lokken? Hoe gaan jullie ermee om? Oh, hoe gaan wij daarmee om? Ten eerste, wij controleren woningen, geen mensen. Dus wij gaan nooit, maar ook nooit, tussen huurder en verhuurder in discussie staan. Een eindverantwoordelijke voor de woonkwaliteit is steeds de eigenaar. Altijd. Als u kan aantonen, en dan, dat is een stukje dat wij ons niet mee bezighouden, dat de huurder iets heeft uitgestoken in uw woning, dat het nu met ons te maken heeft of met iets anders, dan moet ik u altijd doorverwijzen naar de vrederichter. Als u een goede plaatsbeschrijving hebt, dan is dat heel eenvoudig. Hè? Dan heb je een foto op voorhand van die zekeringkast, op het moment dat die huurder erin kwam, en dan kan u aantonen dat er iets gebeurd is aan die zekeringkast, dan niet door de beugel gaat. En dan is dat de verantwoordelijkheid blijkbaar toch van een huurder. En dat gaat u dan kunnen aantonen, maar dat moet u niet aan ons aantonen. Wij zijn geen vrederichter, wij kunnen niet oordelen over zulke zaken. Nogmaals, wij komen een vaststelling doen op die moment. Niet meer, niet minder, we doen er geen uitspraken over wie of wat. Wij stellen enkel vast, er is een probleem. Dat probleem moet opgelost worden om te voldoen voor het conformiteitsattest. Er werd ook nog gevraagd, wat met de afstand van een stopcontact aan een gootsteen? Is daar een norm rond? Nee. Nee. Het is belangrijk dat je met het bad en douche specifiek genomen, omdat je daar met je voeten in het nat staat. En water is een goede geleider. Hè? Zuiver water niet, maar en gewoon water is een goede geleider. Dus dat is daarom dat zo bepaald in de wetgeving. Heel lang geleden mocht er inderdaad geen stopcontact naast een lavabo staan. Maar dat is een heel oude regelgeving die al lang veranderd is. Array 1.1 of zo, ik weet het niet. Heel lang geleden. Vandaag de dag geen normen meer voor. Ik zie ondertussen ook verschijnen live en ook in de badkamer. Ja, ook in de badkamer. In de badkamer heb je dus één norm, die heb ik verteld. Dat is rond het bad of het douche. Ja. 60 centimeter rond het bad of douche. Ja, en ook daar kan nog een oplossing zijn. Dat kan nog een verstrengde zekering geplaatst worden ook, maar dan gaan we zeer technisch. En daar heeft de meeste mensen die hier aanwezig zijn geen boodschap aan. Maar je kan inderdaad nog een hele strenge verliesstroomschakelaar plaatsen. En dan wordt dat wel toegestaan. Maar in C, in de regel, is die 60 centimeter heilig. Ja, dus als het 61 centimeter is, dan is het oké. Ah ja, dat is meer dan 60. Dus dat is in orde. Ja, dat werd ook gevraagd. Dus dat was daar ook over. En dat wordt dan goedgekeurd. Oké. Ja, het is dan ook regelmatig gegaan over dat van de elektrische de keuringen van... maar dat is een ander... Dat is een andere wetgeving, ja. De instantie dat doet. Ja. Ik wil er even op ingaan. Je kan perfect een keuringsattest hebben dat de vorige week gekeurd is. En de week daarna komen wij langs en toch hebben wij opmerkingen op het keuringsattest. Op de elektrische installatie van de woning. Omdat er verschillen zijn tussen het array en onze woonkwaliteitsnormen. Onze woonkwaliteitsnormen zegt bijvoorbeeld voor twee geaarde, vrij geaarde stopcontact moet zijn en in keuken. In het array is dat nergens bepaald. Dus dat zijn verschillen. Je kan ook een heel oude elektrische installatie hebben, waar je dus een arraykeuring voor kunt hebben, waar dat dus nog geen verliesstroomschakelaars zijn. Sorry, maar voor ons moet er een verliesstroomschakelaar zijn. Ook al is uw arraykeuring in orde, elektriciteitskeuring in orde, voor ons is dat niet in orde en toch zal er een verliesstroomschakelaar moeten komen. Dat zijn nu eenmaal verschillende wetgevingen die naast elkaar leven. En die moeten we met elkaar zien te verzoenen. Ik ben even aan het kijken waar ik geleerd was. Ja, er was ook nog die vraag over die nieuwbouw. Woningen met trappen zonder leuning. Als dat in het ontwerp zo werd opgemaakt... niet per se dat de mensen daar voorstander van waren, maar dat het wel dan mag. Dat daar dan alleen... Blijft voor ons een quotering. Ja. In principe, als de stedenbouwkundige aanvraag gedetailleerd is aangevraagd, dan zou men dat als opmerking moeten gegeven hebben, of als voorwaarde bij uw stedenbouwkundige aanvraag, dat daar een leuning moet geplaatst worden. Maar ik weet dat dat vandaag de dag... hippies en modern, maar dit is zo. Allee. Een bouwtoelating of een omgevingsvergunning, noemt dat vandaag een dag, wordt normaal ook afgestemd
op de wooncode. Maar daar gebeuren nog altijd fouten in. Dat kan. Oké. Okay. De vragen blijven binnenkomen, zie ik. Tot ze maar komen. Ja. Ik ben er die. Het gaat ook over betaalbaar wonen en zo, en over de veiligheid. En over EPC. Het EPC-attest. Dus moet er bij de keuring een geldig EPC beschikbaar zijn? Dat is misschien ook nog wel een interessante om toe te lichten. Ja, wij kunnen die zelf rechtstreeks opvragen in de Vlaamse database. Dus u hoeft die niet per se aan ons te bezorgen. Wij zoeken die op en we zien hoe dat die nog geldig is. Want het kan zijn dat uw EPC-attest ondertussen al vervallen is. In de meeste gevallen, normaal, de huurders die wij gaan bezoeken, als u bent aangeschreven, dan... Even de lobby toelaten. Als er iemand een woonkwaliteitsonderzoek aanvraagt, een conformiteitsattest aanvraagt, is dat een recente verhuring. Bij die start van die verhuring moet er wettelijk ook al een EPC-attest aanwezig zijn. Want uw huurder heeft moet kunnen inschatten wat zijn energieverbruik gaat zijn in die woning die hij van u wil huren. Dus eigenlijk is dat geen enkel probleem. Dat EPC zou er al moeten zijn bij de start van uw verhuring, bij het ondertekenen van het huurcontract. Nog een heel praktische vraag dat ik hier ook zie. Is een verticale trapleuning door middel van voldoende koorden, wat dat ook modern is dat toegestaan? Nee, touwen worden niet aanvaard als trapleuning. Nee, staat zo bepaald in de wetgeving. Kan er ook niet aan doen. Dat staat er zo letterlijk in. Dat dat niet mag. Omdat dat niet stabiel is, hè. Ja, ik weet niet, Katrijn, ga ik verder nog, of gaan we een aantal vragen verder ook, want we vinden wel elke vraag belangrijk. En ja, ik stel voor dat we... ...zien te maken van wat is belangrijk, wat niet, want ik zie ook vaak reacties komen van mensen van ik wil graag daar nog verder op in, of daar nog een vraag over, dat we die eigenlijk gaan bundelen en ze schriftelijk dan ook verder bezorgen. Of, ja, ik denk dat dat een goed idee is. Misschien nog... Een vraag die ik hier nog zag over, niet over het technisch gedeelte, maar over de affichering. Iemand merkte op dat dat recent is afgeschaft. Het klopt dat het enkel nog digitaal beschikbaar moet zijn, maar het is niet afgeschaft. Dus de huurprijs en de gemeenschappelijke kosten moeten nog wel digitaal beschikbaar zijn. Als dat niet mogelijk is, moeten die wel aan de woning nog opgehangen worden. En inderdaad, voor de rest blijven de technische vragen maar komen. We zullen zoals... Ja, Geert. Ja, mag ik nog even reageren op iemand zijn opmerking? Dat is een algemene opmerking. Zo maakt u het toch heel duur om te verhuren? Vraagteken. Ik wil er even op wijzen dat deze wetgeving niks nieuws is. Die bestaat al van, wat is het, 98, sinds 1998, moet een woning die je verhuurt al voldoen aan minimale normen. Als je vandaag zoveel moet investeren om je woning verhuur klaar te krijgen, volgens deze wetgeving, dan zijn we al heel veel jaren niet goed bezig. Dus, ik doe dit nu al 12 jaar, ik ben nog maar zelden woningen tegengekomen, waardoor je honderden, duizenden euro's moet uitgeven om een woning conform te krijgen. Ik denk dat de gemiddelde kost na mijn bezoekje 150 euro is max, 200 euro misschien, hangt een beetje vanaf. Dus het gaat nooit over hoge bedragen. Dus het gaat helemaal ook niet, verhuurkost gaat helemaal niet gaan stijgen daardoor. Allee, ik vind het een beetje vreemd. Oké, dus ik stel voor dat we hier afronden. En dat we inderdaad alle vragen bundelen, we ze schriftelijk beantwoorden en dan verder op de hoogte houden. Misschien nog aangeven dat wij woningcontroles doen
voor de lokale besturen. Dus als jullie een aanvraag indienen bij het lokaal bestuur, dan kiezen zij wie dat de woningcontrole uitvoert. Wij werken samen, of zij werken samen met hen en wijzen ons aan. Er zijn ook lokale besturen die het zelf uitvoeren. Dus ja, die vraag, dat wou ik nog even verduidelijken. En een woningcontrole is gratis voor een eigenaar. Hè. Je hoeft enkel te betalen voor het conformiteitsattest met een maximum van €90. Als dat wordt afgeleverd, zoals u in het filmpje kan zien. Maar de controle op zich hoeft u niet te betalen. Dat is in tegenstelling tot een EPC. Moesten jullie ondertussen nog vragen hebben, dan mogen jullie die nog stellen in de chat en zullen wij die nog later schriftelijk beantwoorden. En anders willen we jullie alvast heel erg bedanken voor de aanwezigheid en de interactie. En we hopen dat jullie toch iets eraan gehad hebben. Fijne avond voor iedereen nog.